Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSP4Amor. Vandaag ga ik op pad met de Ambu, met mijn collega in de Los Santos Rescue Division mod. Ik weet niet of die goed gaat, gaan we dan wel zien. Een beetje anders dan de andere Ambu, namelijk hebben wij de rode balk. Ja, dat is voor de rest niet echt heel spannend ofzo. Ik zal even de Ambu gaan testen. Start van de dienst. Attention all units, citizens report OD on Red Desert Avenue, respond code 3. Oké, we hebben de eerste melding. On our way. Roger that. Laat hem meteen blauw aan. Want er is namelijk een drugsoverdosis. Dus we gaan het zien, we gaan de nacht trouwens in. Of ja, nacht, ik denk dat we nog mooi met de zonsondergang de hele dienst gaan draaien. Want ik heb hem namelijk staan op real-time duration. Dus 1 minuut duurt dan ook daadwerkelijk 1 minuut. Jullie kunnen weer meekijken hoe ik stuur. Of ja, niet echt precies hoe ik stuur. Maar jullie kunnen wel zien wat ik nou doe. Wanneer ik gas geef, wanneer ik rem. Welke kant mijn stuur op staat. Oh, dat is de verkeerde knop. Oké. Dat gaat hem niet worden. Sneller kunnen we wel op een andere manier doen. Want ik wil eigenlijk gewoon nog sneller. Maar dan moet dat met T en dan krijg je dit weer. Wat een gedoe allemaal. Nou, mochten we de versneller echt nodig hebben, dan zien jullie het wel en anders. Of dan horen jullie het wel. En anders laten we hem een beetje weg. Dankjewel mensen. Lekker bezig pikkies. Sirene kan uit. Ik had alles ingesteld via mijn stuur qua ILS en zo, en dan vervolgens, ik wil hier wel een gaatje nog, nee, oké. En dan vervolgens starten mijn game even opnieuw op en dan is het weg. Zeer spijtig. Nou, dat is verkeerde knop natuurlijk. Oh, we zijn helemaal in de war met, oh, daar rijd ik overheen. Dit gaat gevoelig worden voor mijn stuur. We zitten in zijn park en we staan stil. Oké, goed. Collega, ga maar eens kijken. Ik zal je wat spullen pakken. Ik geloof niet dat de... Nou, die kan inderdaad niet open. De achterdeuren. Dat is een kleine beuk. Ja, wat is de taak nou van de verpleegkundige en wat is de taak nou van de chauffeur? De chauffeur doet eigenlijk de verpleegkundige assisteren. Dat wil zeggen dat de verpleegkundige de handelingen doet qua infuusnaalden zetten, medicatie geven, hartfilmpje beoordelen. En de chauffeur doet dan eigenlijk, ja, buiten het rijden ook vervoeren. Of wat zeg ik nou, vervoer? Voorbereiden, helpen. Hij zegt bijvoorbeeld, ik wil nu 1 milligram adrenaline. Nou, wat doe ik? Ik trek 1 milligram adrenaline op. Hij wilt misschien dat ik nu wat andere medicatie geef aan de drugsoverdosis. Dan zullen we iets geven om dat zo een beetje te stoppen. Om even die overdosis op hold te zetten. Vraag me niet welke medicatie dat is. Ik ga in ieder geval nu kijken of ik een medicatie kan toedienen. De collega heeft even gereanimeerd, maar dat is gewoon standaard. Dus ik ga hem nu gewoon... hem ondersteunen. We gaan een medicatie geven. En als het goed is, komt hij dan bij. Dan ja. Ik word niet goed van die rode zwaailicht hier. Wel een mooie view hier. Oké, kijk eens aan. Hij wordt wakker. Hij komt bij in ieder geval. Dan gaan we hem naar het ziekenhuis vervoeren. We zullen hem naar dichtstbijzijnde. Ik wil er bijna Erasmus zeggen. Ja, waarom zeg ik Erasmus? Omdat dat allemaal in die clanwereld. Ja, zitten we, speelt het zich allemaal af in Rotterdam. Dus ja, daar heb je het Erasmus. Daar gaan we eigenlijk met alle meldingen bijna naartoe. Mocht er dus iets zijn. Even kijken. Goed, kom maar met mij mee. En collega ook.
Dan gaan we naar het ziekenhuis. En dan hebben we eigenlijk meerdere ziekenhuizen. Ik denk dat we hier naartoe moeten, omdat daar de post voor... Oh ja, daar heb ik de post neergepleurd. Of dat is mijn startpunt. Maar eigenlijk gaan we altijd hierheen. Dat is het grootste ziekenhuis, geloof ik. En daar... ja, dat zien wij dan toch altijd als Erasmus. Oké, ik ga al zitten. Eens kijken of die... Ga maar zitten. Hoppa. De collega gaat fictief bij hem achterin zitten. We krijgen een standaard route van de meldkamer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. En dat is... Ah, oh, daar is natuurlijk ook nog één. En even met spoed, maar niet te veel aandacht trekken, zeg maar, voor de patiënt ook richting ziekenhuis. Oh. Dus officieel ben je verplicht om van begin tot het einde de sirene aan te doen. Dat wil zeggen, op het moment dat ik oma gas geef bij de, op de parkeerplaats zojuist, had ik de sirene moeten aanzetten, en ik mag de sirene pas uitzetten op het moment dat ik achteruit of hoe dan ook de poort, de garage van het ziekenhuis in rij. Uiteraard gebeurt dat niet, maar op het moment dat ik blauw uit, of alleen blauw aan heb en ik ga hier nu rechtsaf, of ik ga niet rechtsaf, maar ik rij voor rechtsaf te gaan, ik ga rechtdoor en ik krijg een aanrijding of ik knal op deze auto, ben ik het schuld. Ondanks dat ik mijn blauwe zwaarlicht aan had. En daar is een grote discussie over, wel een beetje van, ja, nou wat, jij kan crashen trouwens. Dat was de laatste keer altijd. Goed, dus gaat hij nu zelf al eruit en dan crash je nu. Ja, dat dacht ik al. Oké. En we zijn weer op de post. Ja, wat wilde ik nog zeggen? Ik weet niet in hoeverre jullie het nog hebben kunnen horen. Dat hoor ik altijd achteraf met het bewerken pas. In ieder geval, wat ik nog wilde zeggen is dat eigenlijk wel een groot discussiepunt is van, ja, weet je, ze zijn geen voorrangsvoertuig. Dus ze hebben officieel geen voorrang met alleen blauwe zwaailichten aan. Ja, dat klopt. Maar toch weet je, als ze alleen blauwe zwaailichten aan hebben, tot er wel iets aan de hand is. En dat is een beetje het punt waarvan iedereen zegt van, ja, dat is toch eigenlijk raar. Maar ik begreep, en ik weet niet in hoeverre het waar is, als je dus wel ergens tegenaan rijdt of een ongeluk krijgt met blauwe zwaarlichten, zonder sirenes en je reed door rood, dan ben je schuldig aan artikel 5 en artikel 6 geloof ik. En dan ben je geloof ik gewoon je rijbewijs kwijt, zelfs als ambulance, verpleegkundige of chauffeur, want ja, verpleegkundigen rijden natuurlijk op de rapid. En nu zeggen jullie van, ja, maar de politie doet toch ook? Ja, dat klopt. De politie doet het zeker veel meer dan de ambulance en de brandweer, omdat de politie soms na een prio 1 melding krijgt. Dus ze hebben dan wel toestemming. Maar iedereen snapt van, ja, naar een inbraak moet je eigenlijk niet met alleen met zwaailichten en sirenes gaan. Want als jij ergens gaat inbreken en je hoort sirenes van de politie, dan ben je al weg. En als ik hier thuis zou zitten, dan kan ik op heel veel kilometer afstand sirenes horen als mijn deur open staat bijvoorbeeld. Dus gewoon hoe de wind staat, is gewoon, ja, alles een beetje, allemaal factoren spelen daarbij mee. Dus ja, dan rijden ze nog wel eens zonder sirenes. En ja, officieel zijn ze dan geloof ik schuldig. Ja, zijn ze dan schuldig. Dus dat is een beetje raar. Maar het is wel zo. Wij zijn terug op de post. Het is inmiddels al iets meer donker. En we krijgen een melding van een persoon niet aanspreekbaar. Ja, ik ga je meldkamer aan de kijken. Roger.
Met hem in zijn drive. Fire truck on scene. Brandweer op de plaats. Vermoedelijk zijn ze meegekoppeld voor een reanimatie dan. Niet heel ver hier vandaan. Ja, mooi. Oké, ik ga mijn best doen met de knipperlichten. Je maakt het me niet makkelijk, hè, vriend. Nou, leuke toevoeging. Het was wel zo'n punt waar je versneller even moest aangooien. Omdat het wel echt een gevaarlijk kruispunt was. Of een punt in een bocht. Ik moest tegen het verkeer rijden, want het stond helemaal vast. Ja, en dan moet je soms even je versneller gebruiken. En ja, dat is dan een nadeel van deze mod. Dan krijg je dit dingetje. En via de 2 ga je dus naar Weel. Nog een keer via de 2 ga je naar Yelp. En via nog een keer 2 ga je naar Prutzi. Ik weet niet wat dat is. Rechts staat stil, denk ik. Ik hoef er niet echt veel knipperlichten te gebruiken, want het is eigenlijk alsmaar rechtdoor. Of met de weg meegaan. Oh, 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 dat is fel. Dat gaat heel fel zijn. Oké, iedereen in dit gebied mag stoppen met rijden. Collega, ga maar alvast kijken. Kom eraan. Het is niet dat spreekbaar, hè? De brandweer heeft nog niks gedaan zo te zien. Mijn collega is aan zijn buik aan het voelen, misschien heeft hij pijn in de buik of zo. Ja, we moeten er maar iets van maken, want hij reanimeert volslagen mis. Hij zit op de buik te reanimeren. Nou, wat je dan krijgt is dat je tot het slachtoffer alles eruit braakt. En moet je hem niet hebben, zeker niet als je op zijn rug ligt, want dan komt hij weer terug in de keel en stikt hij. Of komt hij in de lucht weg, noem maar op. Ja, dan stikt hij dus. It's a wrap, bro. Nee, gone. Geef nou eerst eens medicijnen, want jij bent... Je geeft het te snel op, vriend. Kijk eens. Pak brandkaar. Ja, rustig mevrouw. We gaan kijken. Mevrouw is geëmotioneerd. Geen haar vriend of zo, of broer, weet ik het. En ze zag het gebeuren. Nou, kom maar eens. Oké, we gaan met prioriteit A2 naar het ziekenhuis. L, zo. En A2 richting het ziekenhuis. En welk ziekenhuis pakken we? Ons eigen ziekenhuis, of eigen ziekenhuis in de buurt van de post, waar we ook de dienst zijn begonnen. Daar moesten we even de mod starten en zo. Dus we gaan kijken of we daar... Diablos! Is het nou mijn schuld of zijn schuld? Uiteraard zijn schuld. Maar, ik reed misschien wat te hard. We gaan kijken of we daar niet crashen. En zo wel zie ik jullie uiteraard zo meteen weer op de post. Links is vrij, rechts is vrij.
stapt hij uit en crasht mooi. Tot zometeen, mensen. Zo, daar zijn we weer hoor. We krijgen een melding. A2 West. Ik moet hem aannemen. Kut, te laat. Oh, ik vergis dat ik hem aannemen. Oké, we hebben geen melding. Andere om heeft hem overgenomen. Wij zijn dus weer aanzetbaar. We gaan niet meer heel lang door. Misschien heb ik nu een ander poppetje. Ik weet niet. Het is namelijk een paar dagen later dat ik weer heb opgenomen. Ik heb eigenlijk niet gekeken hoe ik nou uitzag. Ik geloof dat ik als hem uitzag en hij als mij. Dus dat eigenlijk nu om de rollen zijn omgedraaid. Maar goed, maakt niks uit. Ja. Voor de rest, ik weet niet wat ik wel al niet heb gezag. Ik krijg dezelfde melding. A2 richting een persoon. Die onder invloed zou zijn. En zodanig dat ze toch de ambulance hebben gevraagd. Dus ja, dan gaan wij eens kijken en dan gaan wij waarschijnlijk gewoon tegen de politie zeggen van neem me maar mee. Want wij zijn geen taxi, tenzij of zij dood ligt te gaan. Nou, zet ons maar op ter plaatse. Is het weer onze Nico? Ja hoor, Nicootje, lekker man. Word niet agressief hè Nico, kom op hè. Even kijken. We pakken dit ding even mee, dat heeft de ambu helemaal niet hoor. Maar doe nou eens normaal Nico. Maar even voor me blazen, dan weet ik hoeveel jij gedronken hebt. 0 punt. Dat is ja, nog. En Nico, je lijkt mij flink in orde. Je wou zelfs met mij vechten. Dan ga ik jou niet hier ophouden, om het maar zo te zeggen. Mag je met de ambulance of met de politie mee? Dat is niet mijn taak. Hij is helder. Hij is ja, gewoon aanspreekbaar, agressief. Die gaat niet mijn ambulance. Dat weet ik wel. En nu, ja, nu gaat de politie ook meteen door, maar fictief gaat hij dan met de politie mee. We zijn terug op de post en het is zelfs nog een beetje gaan regenen. Dus we hebben ondertussen ons, of ik dan, en mijn collega had er al even een jasje aangetrokken. En dan zit het er echt bijna op. Ik weet niet of we nog een melding gaan krijgen, maar uiteraard gaan we er wel voor zorgen. Want anders zouden we nu niet meer kijken. Maar welke? Dat weten we natuurlijk niet. Een drugsoverdosis op de Strawberry Avenue. Ik heb zo'n gevoel dat we daar net waren. Zou dat kunnen? Roger, we're heading over now. Roger that. Lifeguard Granger, at the scene. Nee, dat wordt hem niet. Nou, oh, iets erg ingestuurd. Maar goed, idee was er. This state has gone nuts.
Oh, dat is tegengesteld. Yep. Keurig ruimte gemaakt, links vrij. Groen licht. Plaatsen nou. We got you. Ja, maar eens kijken bij deze mevrouw, drugsoverdosis. Ik ga de spullen pakken, de medicijnen. Zullen we een scoop and run doen? On, een scoop and run. Rapido, rapido. Hierop gooien. Er moet een brancard voorstellen trouwens. En dan, dat is meneer, sorry. Nee, mevrouw, ik zie het echt niet. Mevrouw. Dus hierin, hierop gooien en vervolgens richting ziekenhuis met spoed. Nee, ze is niet dood. Ze gaat gewoon even slapen. Oké, go, 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 go. Place bed into vehicle. Hey, clear. Oké, okay. Go, 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 go. A1, ziekenhuis. Follow me. Dutje dicht, pik. A1 richting Erasmus. Oftewel, het ziekenhuis hier zo. Om het hoekje. Even tegen verkeer in. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een heel toffe video vonden. En ik zie jullie graag over 2 dagen weer bij een nieuwe video. Maar je bent toch nog helemaal niet daar? Nee, dat klopt. Maar ik ga wel zo crashen. En dat weet ik. Op het moment dat ik hier aankom en de verdachte, of de slachtoffer moet ik zeggen. Ah nee, nu natuurlijk niet. Nou goed, nogmaals, ik ga nu de brancard pakken. Ik leg het slachtoffer op de brancard of zoiets. We gaan er weer. Ja, en we gaan hier naar binnen afleveren. Ja, alsjeblieft. Mensen, bedankt voor het kijken en tot over 2 dagen.